Ik wil het nog even grondig bestuderen. 21 maart vindt het referendum op de nieuwe wet van inlichting en veiligheidsdiensten plaats. In de volksmond ook wel de sleepnetwet genoemd. En aan ons de taak om te kijken of de Groningse inwoner zich wel een beetje verdiept heeft in de alledaagse politiek. Ja, wat wil u van mij? Gaat u stemmen 21 maart? Ja, natuurlijk. Ja, we hebben die voorrecht dat we stemmen mogen, dus daar moet je gebruik van maken. Maar vindt u het dan niet heel belangrijk dat die vissen zometeen allemaal worden weggevist door die sleepnetten? Ja, er zaten net nieuwe die elektrische sleepnetten, hè? Beter voor de bodem en voor de vissen. Oké, want vindt u het dan niet heel erg dat de kleine vissers, dat die straks hun banen kwijtraken als de sleepnetten worden verwijderd? Dat wist ik niet. En wat vindt u daar dan van? Kunt u met me een beetje nader instrueren wat u bedoelt? Het referendum van de sleepnetwet. Oh, ja. Ga je stemmen? Ja. En want je vindt het zeker ook wel heel erg belangrijk dat onze oceanen zometeen niet helemaal leeg worden gevist door al die sleepnetten. Ja, precies. Ja, je hebt helemaal gelijk. Die kleine vissers. Die kleine vissers, die verdwijnen dan. Nee, eigenlijk is het een heel dilemma, vind ik. Ja. Ik denk toch dat ik er toe neig om tegen te stemmen. Ik vind het ook wel een beetje belangrijk dat de zeeën een beetje worden beschermd tegen al die sleepnetten. Ja. Sleepnetten zijn wel ook heel slecht voor de bodem, hè? Want het gaat niet alleen vis in, maar er gaan ook koraal en zo komt erin. Dus ook wel. Ja, precies. Ja. Kunt u met me een beetje nader instrueren wat u bedoelt? Je hebt natuurlijk de voedselcirkel. En als je dan een bepaalde voedsel, zeg maar, daaruit verdwijnt, dan stort het allemaal in, lijkt mij. Nou, de kleine vissers zouden hun baan kwijtraken als de sleepnetten niet meer toegestaan worden. Maar vindt u het dan niet een beetje rigoureus dat alle kleine vissers ook worden getroffen door deze wet? Ja, tuurlijk is dat rigoureus. Maar ja, Europese Unie, hè. En als je dan denkt aan bedreigde diersoorten die dan uitsterven door die sleepnetten, wat vindt u daarvan? Ja, dus jaren terug was het ook al zo. Nee, maar ik ga er toch nog even iets langer over nadenken. Ja, goed zo. Even een beetje verdiepen nog. Ja, vind ik wel belangrijk. Goed zo, dankjewel. Nou, ik dacht dat je het over de sleepwet had als die voor internet wordt ingezet. Heel goed. Vindt u het dan niet eigenlijk verschrikkelijk dat kleine vissers straks hun banen kwijt zijn als er sleepnetten worden verwijderd? Nou, daar gaat het niet over. Dat weet ik wel in ieder geval. U bent goed geïnformeerd. Sleepnet, het gaat toch over de geheime diensten die toegang krijgen tot eventuele privédata. Dit is een grapje. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown.